Welkom bij mijn grondwerkauditie van Human and Horse Academy van Geetje Hakvoort. Mijn naam is Rick Koopman en hierbij wil ik jullie voorstellen aan mijn 21-jarige halflinger Stanley. Stanley stond als 6-jarige halflinger op een manege. Daarvoor was hij hengst en is hij voor de wagen geleerd. Stanley is een nakomeling van een toen heel bekende halflingerhengst Star. Zijn moeder is Marley uit de Polder. Als 7-jarige halflinger kreeg ik hem van mijn ouders. Ikzelf was toen 17 jaar oud. De jaren daarna hebben we veel ups, maar ook grote downs gehad. Zo hebben we een jaar lang bijna alleen maar, tenminste ik dan, alleen maar vliegles van hem gehad. Velen zeiden ook dat ik hem maar moest verkopen. Iets in me zei me dat ik dat niet moest doen. En ik ben ook dankbaar dat ik het niet gedaan heb. Stanley heeft op zijn 12-jarige leeftijd last gehad van zijn rug. Dit kwam door niet goed passende zadels. Ondanks dat Stanley heel sterk kan zijn, wat last heeft van verlatingsangst en best wel flegmatiek is, hebben wij tot de ME behaald. Op zijn 19e is er bij hem in zijn linker voorbeen in zijn kogelgewricht artrose ontdekt. Hierdoor kwam ik tot het besef dat het extra belangrijk is dat hij nog beter leert zijn gewicht te verplaatsen naar achteren en sterker te worden. Daardoor ben ik me nog meer in gaan verdiepen in het grondwerk en ben teruggekomen via een oud-restaurantgenoot bij Ellen Vult. Zij raadde me ook deze opleiding aan en ik ben haar nog steeds dankbaar dat zij mij dit aangeraden heeft. Voordat we beginnen wil ik even melden dat ik deze auditie op verschillende momenten heb opgenomen. Daarom zul je zien dat Stanley de ene keer geschoren is en de andere keer niet. Veel plezier met kijken. Hier zien jullie mij op een volt op de rechterhand. Stanley deed in het begin voornamelijk vierkante voltes en vond het moeilijk om in te buigen. Ik ben ook trots hoe hij dit nu op dit moment oppakt. Bij de volte op de linkerhand moet ik oppassen dat Stanley niet te veel op zijn binnenschouder gaat vallen en dat hij zijn kaak niet naar buiten duwt. De volte linksom vindt hij lastiger om hierin mooi te buigen. Bij de stretch om hals moet ik ervoor waken dat Stanley niet te veel in zijn schouders gaat hangen en dat hij mooi vanuit zijn schoffen gaat stretchen. Ik vind dat hij hier heel mooi zijn gewicht mooi naar achteren plaatst en hem mooi naar voren neemt. Rechtsom vindt hij duidelijk wat lastiger. Maar ook hier ben ik tevreden over hoe hij het op dit moment doet. De travers rechterhand. De travers had Stanley snel door en die vindt hij ook erg leuk om te doen. Stanley doet deze travers mooi op 4 sporen en ik ben ook heel erg trots op hoe hij stabiel blijft.
schouder binnenwaarts. Deze oefeningen zijn voor stem heel erg lastig, omdat hij hier lengtebuiging moet vragen. Iets wat hij heel moeilijk vindt. Het was ook een behoorlijke uitdaging om de schouder binnenwaarts aan te leggen. Meestal had hij te veel stelling of deed hij alleen maar zijn hoofd of zijn hals naar binnen. Ik ben ook heel erg trots op deze schouder binnenwaarts. Mooi op 3 sporen. Het appiëment linksom. Deze appiëment is voor mij en stelling een behoorlijke uitdaging geweest. Vooral om de schouders leidend te krijgen. Stelling had namelijk, vooral richting de pirouette, de neiging om het wat meer travermatig te gaan lopen. In plaats van dat hij zijn schouders mooi leidend houdt. Na de pirouette krijg ik stelling veel makkelijker mee en lukt het me ook veel beter om zijn schouders leidend te houden. Daarom ben ik alsnog heel erg tevreden over dit appiëment die hij op dit moment nu laat zien. Het appiëment en de halve pirouette rechterhand. Deze kant vindt Stanley duidelijk makkelijker. En lukt het hem ook beter om zijn schouders voor en leidend te houden. De achterwaarts. Stanley vindt het vooral erg moeilijk om recht achterwaarts te gaan. Hij heeft gauw de neiging om scheef te gaan. Deze achterwaarts is al een aantal maanden geleden. Normaal gesproken trekt hij eerst zijn rug weg en gooit zijn hoofd omhoog. Ik ben erg trots op deze achterwaarts. En de achterwaarts van nu gaat al veel mooier en recht achterwaarts. Ook lukt het mij nu beter, mocht hij scheef gaan, om hem in de achterwaarts te corrigeren. Dit geldt ook voor de achterwaarts aan de linkerhand. Hierin wordt hij ook steeds sterker en verbetert hij steeds meer. De middenstap. Voor Stanley is het heel lastig om te verruimen. Stanley heeft namelijk snel de neiging om te versnellen in plaats van te verruimen. En hier laat ik nog even een snoepjestest zien. Eén van Stanley's favoriete oefeningen. Dit was mijn grondwerkauditie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken.